denk hoor, een jaar of 8, 9, 10 misschien, dat ik wat autoplaatjes krijg. Ja, één zo'n plaatje, dat was ik zo van onder de indruk. En dat stond achterop, Bucciali. Dit is altijd even pakken. Kijk hoor. Dit is een heel klein plaatje van Piet Olieslager die dat had gemaakt voor Fullspeed. En kijk, nou dat maakte op mij zoveel indruk. Dus later, toen ik wat ouder was en me een beetje begon te interesseren voor auto's. Want in mijn jeugd had ik niet zoveel met auto's, heel gek. Maar in ieder geval later dacht ik, ik was in de decorbouw, hè. En ik denk, nou ik ga gewoon een soort decor bouwen op een auto. Dus dat is met een eend begonnen eerst. En gek genoeg reed dat ding geweldig, daar zijn we door heel Europa mee gereden. En de tweede was op een Toyota Crown. En ik dacht, nou dan ga ik deze auto op die Toyota Crown bouwen. Hè? Prachtig vond ik. Maar toen kwam ik Piet Olieslager tegen, die dat plaatje had getekend. Die zegt, joh, maar die auto die was veel groter. Ik heb nog wel een foldertje, wat ik, dat kan je gebruiken. Er waren een paar hele, dat was al 10 keer gekopieerd, meen ik. Dat was heel onduidelijk, maar daarvan heb ik de laatste auto gemaakt. Van dit plaatje en de kopietjes van de heer Olieslager. Ik had natuurlijk al wat ervaring met die andere auto's. Dus een Toyota chassis, daar kan je zo op iets op bouwen. Maar met die grote wielbasis, dan moet je dus een chassis hebben, dacht ik, van een verlengde begrafenisauto. En dat was in dit geval door Bonakker in Haarlem verlengd. En die kon dan ook verantwoordelijk zijn voor de typegoedkeuring. In samenwerking heb ik dus het chassis ontwikkeld. En om die prachtige carrosserie op te bouwen. Dus het moest een soort toelopend chassis worden. Hè? Je kon niet een bestaand chassis gebruiken. Want die chassis waren allemaal zo naar buiten. Van die verlengde begrafenisauto's. Dus als je mij vraagt, wat is nou het moeilijkste van die auto? Want eigenlijk is er niks moeilijk, want je bent zo gepassioneerd. Je gaat net zo lang door dat je het klaar hebt. Maar er zijn natuurlijk dingen waar je helemaal geen rekening mee gehouden hebt. En dat is bijvoorbeeld die stomme scharnieren, want vroeger waren die deuren gingen zo open, weet je wel. En dan stap je er zo heel leuk uit, heel chic. Maar de Rijksverkeersdienst zegt gewoon, jongen, je moet zo eruit. Heel vervelend, maar voor de rest was het natuurlijk geweldig. Want het is natuurlijk prachtig om een auto te bouwen. Is het er niet mooier? Het is een droom. De grill kon je dus zien op die plaatjes. Je kon de vrij goed aan verhouding van het voorraam zien, de hoogte ten opzichte van de motorkap. Maar bijvoorbeeld interieur, dat was natuurlijk een mysterieus iets. Dat kan je dan helemaal naar je eigen idee maken. Zo van, hoe had dat eruit kunnen zien toen, hè? Weet je, wat het hele leuke eigenlijk is voor mij later, dat die banden weer gemaakt werden, 24 inch. Want die kan je echt op een hand tellen, de auto's die 24 inch hebben. En Michelin die maakt die banden weer. En onlangs zijn ze er weer mee gestopt, dus ik heb hem weer later moeten coveren. Maar het is best bijzonder dat die 24 inch banden, die zijn bijna een meter hoog, dat die nou weer te krijgen waren. Dus toen heb ik ook meteen die velgen, die zijn van aluminium, die heb ik laten gieten. En dus dan maak je dus eerst een origineel. Oh shit, deze is echt zwaar, want dit is van ijzer. Ah, shit. Kijk, dit is een origineel. Die is 3% groter, want als je hem giet, dan krimpt dat iets, hè. En dan wordt hij afgedraaid. Dus dit is origineel, dit is allemaal handwerk. Al die stukjes zijn ertussen gemaakt. En een losse ring, dit hoort los te zijn. En dan maken ze dus, die leggen ze plat neer. En dan maken ze 6 keer omheen een zandmal. Met de hand, zoals vroeger, echt voor de oorlog. Een handgegoten wiel zijn het. Nou, de carrosserie is van staal natuurlijk. Alles is van staal. En veel aluminium en roestvrijstaal. En omdat dat in de jaren dat ik hem gebouwd heb, is dat gewoon heel makkelijk. Was dat opeens heel makkelijk te verkrijgen, al die materialen. En de motor is een 8-cilinder in lijn. Dat was altijd mijn droom, de 8-cilinder in lijn. En die zit achter een normale versnellingsbak. Dus ja, die plaat heb ik bijvoorbeeld laten maken hier tussen.
Want het is allemaal een soort custom made, zoals die Amerikanen dat zeggen bijvoorbeeld. Het is allemaal niet bestaand was het. Kijk, het opmerkelijke van deze carrosserie is dat de spanborden even hoog zijn als de grill. Voor een sedan, een vierpersoonsauto is dat vrij voor die dagen heel bijzonder. Sportauto's is dat niet bijzonder, maar voor een gewoon grand routier is dat heel bijzonder. Dus, en dat is dus een kenmerk van deze auto. Ik noem het de gulden snede, want je kunt het in vieren delen. Je hebt hier de as, dan heb je zo ongeveer hier, en dan heb je de motorkap en dan heb je het raam. Het zijn eigenlijk vier lijnen. En die vier lijnen, als je dat zou tekenen op een blaadje, dat ga je door midden hakken. En dan heb je dus in het midden precies tussen die twee assen in het raam zitten. En dan ga je dus die kant op. Dat wil zeggen, dan zet je het raam een beetje ietsje zo. Een beetje met de wind mee. Maar ik noem dat een soort gulden snede van deze auto. Dat geeft een enorm rustig beeld qua carrosserielijn. Dit is de studietekening van de carrosserie die ik gemaakt heb toen de chassis klaar was. Daar heb ik een aantal van dit soort tekeningen gemaakt. En dit is in 1984. Alleen later heb ik dit weer bijgewerkt, want dat was in het begin niet duidelijk hoe het zou moeten worden. Dus dat heb ik later een foto van gemaakt en hierop gezet. Zo, uit mijn hoofd zijn er, hoeveel zijn er gemaakt met voorwielendrijving? Zijn er 7 geloof ik gemaakt, of 8. En achterwielendrijving een stuk of 14, 15. Auto's bestaan er nog van Bucciali? Even denken hoor. 4. Ja, 1 onderstel. De zwarte Bucciali. En de Torpedo Racer. En nog een onderstel met een Saoutchik carrosserie. Maar die Saoutchik carrosserie is eigenlijk van een Mercedes 540k. En de mandelsbehouder. Dit zijn er? 1, 2, 3, 5. Tel ik. Ja, het is wel. Altijd weer een verrassing als je met de auto gaat rijden, dat je dan de meest wonderlijke dingen beleeft. En de meest gekke situaties kom je in terecht. Eén van die avonturen was dat ik tegen mijn vrouw Diana zei van, ik gooi de tent achterin, ik ga naar België. En ik ga lekker kamperen, even een rondje, een rit maken, kijken hoe die rijdt. Maar ik was binnen de middag al in Parijs. Dat ding dat reed zo geweldig goed. Maar ik had ook helemaal geen kaart bij me, dus ik reed zo Parijs in. En ik was meteen op het Wald en ik denk, weet je wat, ik heb nog een oom in de Dordogne. Dus ik zag daar een motorrijder naast staan bij de stoplicht. Ik zeg in het Frans ik wil naar richting de Dordogne of richting Lyon, weet jij de weg? Ja, kom maar mee. Dus hij met die motor voorrijden en binnen 10 minuten waren we uit Parijs. Dat ding reed zo geweldig, ondanks de grootte en de... En geen probleem. Dus binnen een uur reed ik weer richting het zuiden van Frankrijk eigenlijk. Op een gegeven moment reed ik in Souillac. En ik moest daar ergens rechtsaf, dus ik reed heel langzaam. En er komen een paar hele chique heren achter me aan rennen in pak. En die pakte me zo, ik had het dak open. Die nam me zo, ja, we need you in the film. Dus ik denk, wat krijgen we nou? Had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik denk, nou goed, na wat lullen, na hoeren, ben ik toch rechtsaf gegaan naar mijn oom die daar woonde. Maar ik had wel een telefoonnummer in, dus mee. Dus 's avonds bij mijn oom hebben we gebeld en wat bleek nou? Die gasten die waren dus echt van plan om een film te maken daar. En die zochten een grote witte Bugatti. En ik weet, die zijn er gewoon niet. Alleen één witte Royale, geloof ik. Maar er zijn gewoon geen grote witte Bucatti's. Dus ja, dat was, hoe noemen ze dat? Katten in het bakkie natuurlijk. Dus dat werd onderhandelen echt. Van wat zou dat opbrengen? Nou, dat was leuk. Dat was een leuk offer wat ze deden. Dus,
op een gegeven moment hebben we daar 6 weken gefilmd. Met de hele crew. Dat was geweldig, een avontuur gewoon. Echt geweldig. Film was viel wat tegen. Ik vond het film op zich veel spannender dan de film. Dus, maar goed, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Het originele, dat heb ik niet zoveel mee eigenlijk. Wel als iemand anders het heeft. Maar ik ben meer een creatief man. Ik wil nieuw creëren. Ik wil mijn eigen dingen van maken. Het is ook geen Bucciali die ik gemaakt heb. Het is een soort thema van. Hè? Het is een Bart de Vries misschien. Klinkt een beetje arrogant. Maar als je hem echt naast de echte zou zetten, dan zou dat heel anders zijn. Ik heb echt mijn eigen vormen erin gemaakt. En mijn handtekening op. Maar qua vormgeving is het toch. Ja, het is niet echt een Bucciali. Dus maar goed ook. Hè? Kijk, je kan in z'n één doortrekken, zo. Hoor je? We gaan nu omhoog ook. Nou, ik ga niet helemaal naar de 100, maar... En dan gooi ik hem in z'n 4, 80. En als je dus zo rijdt, is het 80, hè? Ik weet niet hoeveel toer dat is. Ongeveer. Tegen de 1500, 1800. En je rijdt zo een kwartiertje in je eentje door dit landschap. Dan kom je in een soort in een heel andere wereld. Je gaat het ding heel anders zien.